Geen derde. Nee, daarom. Ik heb besloten om een gedicht voor te lezen in het Nederlands. Engels is zo geweldig. Van een Palestijnse schrijver, Gefaat Alarir, die 19 december vorig jaar is overleden bij een Israëlische luchtaanval. Een van de velen. En waarom heb ik daarvoor gekozen? Omdat ik merk dat ik het laatste half jaar leid aan een soort pijn wat ik niet kan omschrijven. We hebben ons best gedaan om daar een naam voor te vinden. Mensheidspijn of zo. Ik weet het niet. Maar ik leid daaraan om te zien wat er overal gebeurt. En ik ben ook wel een beetje door de voorbeelden heen, omdat op het moment dat we een voorbeeld hebben, die dan ons alweer ontschiet. Deze Palestijnse schrijver, die is om het leven gekomen samen met zijn broer, zus en drie kinderen. En hij was een van de oprichters van de organisatie We Are Not Numbers. Dat hoef ik niet te vertalen, neem ik aan. Een volk wat toch gezien wordt als een nummer, dan heb je wel dit soort organisaties nodig. Goed, in het Nederlands. Als ik moet sterven, moet jij leven. Om mijn verhaal te vertellen, om mijn spullen te verkopen, om een stuk stof met wat touwtjes te kopen, maak het wit met een lange staart, zodat een kind ergens in Gaza, terwijl hij de hemel in de ogen kijkt, in afwachting van zijn vader, die in een vuurzee vertrok en van niemand afscheid heeft genomen, zelfs niet van zijn vlees, zelfs niet van zichzelf, dat het kind de vlieger ziet. Mijn vlieger die jij hebt gemaakt, die boven vliegt en dat het kind even denkt dat er een engel is die liefde terugbrengt. Als ik moet sterven, laat het dan hoop brengen. Laat het een verhaal zijn. Dank je. Goed.